Willem 2 supporters, welkom bij weer een nieuwe vlog van mij, Robbie. Vandaag bij de wedstrijd Willem 2 tegen Go Ahead Eagles. Ik wens u een fijne vlog. De spelersbus van Go Ahead Eagles is zojuist gearriveerd en hier zijn de aantal spelers waar vandaag mee gevoetbald wordt. Dankjewel, hè. Hoi. Shops zijn een aantal nieuwe producten te koop en ik ga nu even laten zien welke producten dat zijn. Nieuwe brooddozen, ja. Mokken, opdassen. Ja, beste mensen, ik sta nu in het spelersroom. Je kunt me niet heel goed zien, maar dat komt door de belichting. Hier eten dus de spelers 's ochtends vroeg. Ik vraag me eigenlijk best wel af wat die spelers nou eigenlijk altijd eten. Dat kunnen we misschien even aan onze beheerder Ad vragen. Als beheerder van de spelers ook, Ad. Ik heb een vraagje. Ja, wat eten nou die spelers 's ochtends? Nou, dat vroeg ik mij maar als ontbijt. Als ontbijt. Wij krijgen ze een ei. Drie soorten ei krijgen. En brood. Waarom zou ik er zand tussen? Dat is altijd vet. Geen vet? Nee. Nou, als speler moet je er natuurlijk goed aan toe zijn. Hartelijk bedankt. Ja. Ja, dankjewel. Ineens goed naar het veld op met de spelers en hier zijn een aantal beelden hoe ik dat veld op. Binnen van Jari Schuurman en Francesco Jol. Ben jij van de wedstrijd net? Oh, je bent aan het vloggen of niet? Ja. Ah, wie wil vloggen? Abonneer. Ja, ik doe het niet op YouTube, ik doe het op Facebook. We hebben helaas verloren, nu heb je gewonnen. Ja. Ben je wel blij mee, hè? Ja, ik wel, jij zeker niet. Nee, ik niet. Nee. We hebben helaas verloren, joh. En dit is natuurlijk verleden tijd, volgend jaar, voor de Go Ahead Eagles. Ik wil weer voor u proberen om de spelers op te zoeken en natuurlijk ook een aantal vragen aan hun te stellen. We gaan nu naast de keeperstrainer Harold Wapenaar. Harold, wat vond jij vandaag van de wedstrijd? De eerste helft was heel slecht. De tweede helft hebben we denk ik wat meer gas gegeven. Dat resulteerde in 2,5 uur. Heel fijn. Dankjewel. Nu naast Anouar Kali. Anouar, wat vond jij vandaag van de wedstrijd? Eerste helft slecht. Dramatisch, de tweede helft goed gepakt en uiteindelijk verdiend gewonnen. Op basis van de tweede helft, ze hebben geen kans gecreëerd en 36 punten. Tuurlijk, schitterende goals ook van jou. Zeker weten. Bedankt. Ik sta nu naast Gijs van der Bom. Gijs, wat vind jij vandaag van de wedstrijd? Ik vond het een zeer matige eerste helft. Dat hebben we allemaal kunnen zien. Dat was niet best, hè? Nee, niet echt super. Slecht, weinig energie erin en de tweede helft hebben we het fantastisch opgepakt. Waarbij iedereen denk ik 200% heeft gegeven. Waar we trots mogen zijn dat we 2-0 hebben gewonnen. Ja. Mooie goals van de invallers. Ja, ja. Super. Ja, dat noem ik een gouden wissel. Twee gouden wissels. Twee gouden. Uitstekend van de trainer. Dank. Beste mensen, dit was dan weer mijn vlog. Alle mensen gaan natuurlijk nu weer naar huis met een 2-0 zegen voor Willem 2. Bedankt voor het kijken. Veel plezier nog met Pasen. Fijne Pasen.